gasten van Het Game Konijn. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we weer een dienstje in Leeuwarden als politie. Dus even kijken of we nog wat gaan tegenkomen. Dus let's go. Nou goed, we gaan gelijk beginnen met onze dienst. We pakken vandaag weer lekker de T6, want dat is toch wel mijn favoriete auto geworden. Ja, dus we gaan starten. Nou ja, ik ben benieuwd wat deze dienst ons vandaag gaat brengen. Als je deze video naar kijkt, ik zeg dat heel veel mensen nog niet geabonneerd zijn. Ruim 45% van de kijkers die op dit moment kijken. Dus ben je nou nog niet geabonneerd, abonneer dan even op mijn kanaal. Help je mij enorm mee. En bij de 1000 abonnees doen we natuurlijk gewoon weer een giveaway. Dus ja... Zorg dat je daar in ieder geval bij bent. Discord van Game Konijn staat ook in de beschrijving. En zo blijf je op de hoogte van alle video's en dingen. Dus als je die wilt joinen, join die zeker even. En ik hoor allemaal sirenes. En ik zie grote brand staan en zo. Maar geen idee wat het allemaal is. Dus eens even kijken wat we gaan tegenkomen vandaag. We krijgen een melding binnen met een witte Porsche kenteken verlopen. De heer Bunny. Oké. Aparte melding, maar we gaan wel even heen. Waar is het? Ambulance nodig bij snelweg tankstation. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten. Ik zal trouwens eventjes mijn zwaailicht aanzetten. Hop, want ik weet niet echt wat voor melding het is. Hier hebben we dan weer de brandweer. Die gaan net volgens mij retour. Die hebben zojuist een brand gehad volgens mij. Waar moeten we heen? Geen idee, we gaan onderweg. Dus even kijken of we nog wat kunnen vinden. En ik zie gelijk een nieuwe melding binnenkomen. Gaan we daar ook gelijk even kijken. Geen idee. Dit is niet echt iets voor ons. Nou, we moeten er hier op. En dan moeten we dit hele stuk afrijden. Om te even kijken of het daar is. Oké, het is een aanrijding met letsel geworden. Dus daar gaan we nu heen. Het beste is denk ik hier zo omkeren. Nee, want dan moeten we de hele snelweg afrijden. Ja, nou ja, gewoon hier zo doorrijden en dan gaan we daar. Nou, we zijn aangekomen bij de snelwegparking, maar is loos. Dus hou dat voor ons weer op. Nou ja, ik zie een melding voor Rijkswaterstaat. De hoogte van de snelweg bij het tankstation. Daar zouden stenen op de weg liggen. Dus ja, daar gaan we nu heen en even kijken of we de Rijkswaterstaat kunnen ondersteunen. Ik zie Rijkswaterstaat volgens mij daar rijden, dus... Tegen die tijd kunnen wij weer gaan. Oh, dat was bijna een crash. Geen zin in. Maar eens even kijken of we ze daar kunnen gaan ondersteunen. En eens even kijken wat we daar gaan aantreffen. Want blijkbaar is het toch niet los. Ah ja, inderdaad die Porsche aangetroffen. Dus even kijken wat we nog kunnen gaan doen. Goedendag meneer. Hoi. Gaat alles nog goed? Eens even kijken of meneer nog zelf uit de auto kan stappen. Meneer niet aanspreekbaar en zit vast. Oké, brandweer moet uitknippen. Brandweer moet uitknippen. En ambulance per direct behandelen. Oké, laten we even zorgen dat zij dat werk kunnen gaan doen. Dat zij kunnen gaan uitknippen en dan kunnen we dat oplossen. Nou, meneer... komt in ieder geval weer bij. Dus dat is mooi. Dan kan de ambulance gelijk daar zo meteen mee aan de slag gaan. Gaan wij eventjes kijken hoe we dit gaan oplossen. Ik zie hier al een scheur zitten. Dus in ieder geval, ja, die Porsche is in ieder geval tot los. Heel eventjes het kenteken controleren. En eens even kijken of inderdaad iets aan de hand is met kenteken. Het is inderdaad zijn kenteken. Gaan we heel even de persoon opzoeken in de mails. Dat is deze. Gezocht wordt negatief, dus dat is allemaal mooi.
Alleen ja, hij is wel dus gecrashed op wonderbaarlijke wijze. Waarschijnlijk is hij zo uit de bocht gekomen en is hij hier zo gecrashed. Omdat hij onderweg was wat verderop. Alleen ja, de parking is dus daar. Alleen daar was ik, maar ik ben hem gewoon langs gereden. Nou, de brandweer is inmiddels de gordel aan het lossnijden, zie ik. Oh, even een gamecheck. En die gaan het helemaal oplossen. En dan hoop ik dat de ambulance gelijk onder controle neemt. Dan gaan we heel even kijken wat er nou gebeurd zou moeten zijn. Hier staat trouwens ook een Amarok. Ik denk dat hij gewoon vanuit deze bocht hier, zodat hij die driftend heeft genomen. En dat hij, als je hem driftend neemt, zeg maar, dan kun je echt zo... En dan kom je precies daar. Dus ik denk dat dat is gebeurd. Dus de vogel hoeft niet langs te komen in principe. En ja, gewoon zorgen dat meneer nu zo snel mogelijk wordt opgehaald. Ik zie nog een melding voorbij komen. Dus even kijken. Oh, nee, dat is niet voor ons. En dus even kijken. Daalt langzaam. Oké, hartslag 45, dus daar gaat de ambulance wat aan doen. Nou, meneer is inmiddels uit de auto, dus dat is mooi. Deze moet dan weggetakeld worden door de Rijkswaterstaat. En dan wordt de auto ook weer gewoon verplaatst. Even kijken naar de voorkant. Naar de schade, wat het daar zo is. Oké, ja, de schade is best wel enorm. De hele motorkap zit in elkaar. Dus ja, daar ging zijn nieuwe Porsche waarschijnlijk. Want ik denk, hij ziet er nog vrij nieuw uit. Dus ja, een beetje zonde, maar goed, die is gewoon afgeschreven. Houd het gewoon op. Nou ja, een ambulance die heeft het allemaal geregeld. Alleen moet er snel vandoor. Dat is een beetje jammer. Dus wij gaan het hier afhandelen met meneer. En we gaan even vragen wat er aan de hand is. Heeft de ambu u voldoende geholpen? Of moet u nog naar het ziekenhuis? Dat willen we even weten. Want dan kunnen we meneer overbrengen. Hallo mevrouw. Nou, dank u wel. Dat vind ik heel erg lief dat u dat zegt. Eens even kijken of de brandweer... Oké. De brandweer kan ook helpen. Hey, een nieuwe ambulance. Dat is handig. Hallo meneer de ambulance. Joehoe. Hier zo. Ja, hier. Top. Nou. Dat is mooi. Dan kan in ieder geval meneer daar verder worden geholpen. Nou, meneer ligt in ieder geval op de brancard en wordt nu ingeladen. Dat is helemaal mooi. Ik denk dat die in het ziekenhuis verder wordt behandeld. En geen idee wat er met de auto gaat gebeuren. Die gaat Rijkswaterstaat opruimen. En dat wordt er allemaal gedaan. Ja, deurtje dicht. Yes. Nou, is goed. Bedankt voor uw inzet. En succes ermee. Gaan we nog heel eventjes wachten tot de ambu weg is. En eens even kijken. Oh, als we even wachten, dan zal ik eventjes mijn bus hier zo neerzetten. Ik kan die rustig invoegen. We kunnen wel even meerijden naar het ziekenhuis. Eens even kijken of wij daar nog iets kunnen gaan toevoegen. Dan rijden we mee achter de ambu. En dan zou ik kijken of wij daar nog iets kunnen gaan toevoegen. Zo, daar crasht de volgende. Even kijken of daar alles goed gaat. Yes, nou. Goed, rijden we nog heel eventjes mee met de ambu en dan... kijken of het gaat. Nou ja, die andere verkeerspolitie is afgehaakt. Dus ik rijd gewoon mee met de politie om te zorgen dat we het gebied hier afsluiten. Ik hoop dat die voorste auto echt wel een cursus spit heeft gehad. Ik denk het wel, want volgens mij was hij in eerste instantie op de motor. Dus het moet allemaal goed komen dit. Nou ja, we gaan best wel soepel door de stad. Op dit moment is er weinig verkeer, dus dat is mooi. En zo rijden wij mee met de ambu. Goed, en zo komen we ineens in een achtervolging, want deze gozer die ging er ineens vandoor. En zoals je ziet staat er echt best wel een volk hier. Dus we gaan zorgen dat we ons kogelweer in de vest even snel aantrekken. Want ik heb geen wapen, dat is nog steeds jammer, maar ze gaan hier een BTGV uitvoeren. En dan gaan ze die persoon nu naar
voren laten komen, denk ik. Laatste kans. Oké, even kijken wat ze gaan doen. Liggen. Oké, ik denk dat die persoon echt geschoten gaat worden. Ja. Omdraaien en liggen. Oké, nou, meneer is in ieder geval geboeid. Dat is mooi. Beetje jammer dat de dingen zo ging. Maar goed. Kan niet altijd goed gaan. Domme toren. Oh nee, zo kan je niet zijn, jongens. Kom op. Hou het een beetje respectvol voor elkaar, jongens. Goed. Wij gaan terug naar HB. En daar ga ik mijn dienst afsluiten. Een best wel heftig ongeluk vandaag. En een BTGV. Nou, dat is toch best wel een druk dienstje geweest zo. En dan, ja. Zij zijn daar nog bezig. Alleen, ja. Gewoon niet heel veel voor mij dat ik denk, nou, dat vind ik leuk. Wij kunnen er niet heel veel doen, want we hebben gewoon geen wapen. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie in ieder geval volgende keer weer te zien. Dat is maandag om 5 uur hoop ik jullie weer te zien. Dit is echt goed ingeparkeerd. En dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende keer. Laters.